En je ziet het al, we zijn op de Red Bull Ring. Na het iets wat teleurstellende eerste raceweekend ben ik enorm gebrand, gefocust en extra gemotiveerd om er hier weer volop voor te gaan. Ik verwacht veel spektakel en ik denk dat we een goede kans maken om er weer volop bij te doen. Ja, na een hele goede eerste kwalificatie ging het helaas na Q1 helemaal mis toen deze rak eraf ging, waardoor ik Q2 niet kon rijden. De hele auto vol met schuim. Maar goed, de monteurs die hebben keihard gewerkt om de auto weer klaar te krijgen en hij doet het weer. Ik ga vanaf de laatste plek starten om er vervolgens het maximale uit te halen. En zo komt er weer een einde aan een turbulent raceweekend. Zo zie je, de snelheid die hadden we. We zaten in Q2 en het was allemaal hosanna en van het een op het andere moment gaat je brandblusser af en is het allemaal mineur. Maar goed, al met al ben ik tevreden over de snelheid. We hebben in race 1 laten zien wat we kunnen en de teleurstelling overheerste. Maar uiteindelijk ga ik toch met een positief gevoel naar volgend raceweekend. Waar we gaan rijden in Oostersleben. Vond je deze vlog nou leuk? Vergeet dan alsjeblieft niet het blauw duimpje. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal voor extra content.